Dag beste kijkers, ik zit op een heel bijzondere plek in de Schilderswijk. Ik mag wel zeggen een rustieke plek. Ik zit in de Stortebekerstraat naast de Martakerk. En ik zit naast een broeder. Kunt u iets zeggen over dit gebouw? Dit gebouw was ongeveer gebouwd een 100 jaar geleden. De kerk zelf en dan een groot gebouw ernaast, de huis, woonruimte voor een pastoor en voor 4 of 5 kapelaans. Die zijn dus sinds een jaar of 15, 16 denk ik al niet meer hier aanwezig. Totdat een jaar of 13, 14 geleden het ons aangeboden werd om het te huren om hier een hele nieuwe missionaire activiteit te beginnen. En u zegt aan ons, wie zijn aan ons? Dat zijn 2 congregaties die gesticht zijn door dezelfde stichter, Arnold Jansen. In 1875 de missionaris van het Goddelijk Woord. En rond 1880, 1885 de dienares van de Heilige Geest. Ook missioneerde congregatie. Wij zijn eigenlijk congregaties die vroeger, zoals het heette, naar de verre missielanden ging. Ja, we hebben gezien als missionerende congregaties dat naar verre landen gaan. Dat is nog wel nodig, maar het missionaire werk hier in Nederland is ook steeds sterker geworden. Wat doet u dan hier voor werk? Ja, u ziet zelf al natuurlijk al. We zitten hier in de wijk, wonen ontzettend veel mensen van Marokkaanse en Turkse afkomst. Waarvan velen moslim zijn. Andere Hindoestanen, degene die van Surinaamse afkomst bijvoorbeeld zijn. U weet zelf hoeveel mensen van verschillende landen culturen zijn. Dus we zijn er juist gekomen naar deze wijk om bij deze mensen te zijn. Om hen te begeleiden, om te kijken wat we kunnen hun doen. Ja, wat doen we dan? Ja, er zijn heel veel activiteiten. Bijvoorbeeld als we het over de wijk hebben. De zusters die doen veel mee aan allerlei activiteiten die in de wijk gedaan worden. Doen ze aan mee. Ze bezoeken de mensen. Ze bezoeken vooral de vrouwen. En dat kunnen we zusters gemakkelijker doen als wij mannen. Staan de mensen daar open voor? Want ik denk dan aan moslims, nou die hebben weer een eigen organisatie. Staan ze open voor de zusters en broeders? De eerste paar jaren was dat niet zo gemakkelijk. Maar zoals een van de zusters, zuster Vera, die is al heel bekend na 12, 13 jaar hier in de wijk. Oh nee, die wordt nogal eens een keer gevraagd van, zuster komt u alstublieft, of mevrouw komt u alstublieft, want we hebben dat en dat probleem. Of in ons wijkgebouw willen we daar en daar mee beginnen, komt u alstublieft ook mee. Een andere zuster, zuster Juliette, die wordt ook gevraagd door de mensen, kom eens even oppassen alsjeblieft, want mijn man is niet thuis of mijn man is een week weg en ik durf niet alleen te blijven. En dat zijn moslimvrouwen. En ook van de andere kant, een andere zuster, die geeft taallessen aan moslimvrouwen. Nee, die moet ik zeggen, in het begin was dat niet zo eenvoudig, maar dat ligt al veel en veel gemakkelijker. Die zijn zeer gerespecteerd en worden, ja, met open armen ontvangen is misschien iets te veel gezegd, maar nee, zijn toch dikwijls heel welkom. Hè? Ze krijgen wel een kopje thee. Oh, zeker weten, zeker weten. Voor ons mannen is dat iets moeilijker. Wij wijden ons meer aan werk. Bijvoorbeeld één van ons, die gaat soep koken in het Leger des Heils. Pater Marianus gaat ook naar het aandachtcentrum, misschien dat u dat ook kent, daar in de Schoolstraat, hè, in het centrum, voor dak- en thuislozen. Dat is daar. Ik zelf werk veel in Wereldvenster. Wereldvenster is een organisatie daar op het zieke, 115, die dus Nederlandse les geeft, computerles en Engelse les aan vluchtelingen. Dan hebben we ook hier het vroegere Heilig Hartkerk, is nu ook een multicultureel ontmoetingscentrum Heilig Hart, MOC. Daar werken we ook, want er is een voedselbank die functioneert, helpen we daar. Daar worden ook taallessen gegeven. Er zijn verschillende andere activiteiten, culturele activiteiten, daar we proberen bij te helpen. Dus op die manier proberen we in deze missionaire situatie hier in deze wijk in te spelen. Het werk wat u doet vond ik heel goed, want u bent hier met 4 broeders en 3 zusters. Ja. Hoe ziet dat eruit over 20 jaar, denkt u? Nou, dat heeft u zeer en zeer goed opgemerkt. Hè. Dat is inderdaad een hele grote zorg ook voor ons. Ons plan is, hè, dus dat wij regelmatig mensen van die landen krijgen, uit landen van Afrika, Azië of waar dan ook, om met ons samen te werken. Zit daar een bedoeling achter dat we makkelijker met de mensen in de wijk kunnen omgaan? Ja, precies. Precies, hè. Dat is voor hun ligt dat toch iets gemakkelijk, omdat zij toch deze mensen beter kunnen aanvoelen als wij. En dat zij toch een andere manier van denken en handelen hebben. En dat kan ons hele missionair bezig zijn. Dat kan hier ons werkelijk verrijken. Wij werken dus ook
met migrantengroepen zoals de Antillianen, de Engels sprekende Afrikanen, de Frans sprekende Afrikanen, dat uit hun gelederen langzamerhand ook mensen zullen gaan komen die ons hier met dit werk samen gaan doen, met ons samen. Dat is eigenlijk een van onze verwachtingen, niet? Dus wat u zegt vanuit de Nederlandse kant, ja, op dit moment is het dus niet zo eenvoudig, maar misschien vanuit hun kant dat we dat wel iets kunnen verwachten, ja. Dus ben ik zelf protestants opgevoed, zou er nou voor mij een plekje zijn? Oh, altijd, zeker weten.